belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra meldt dat de overheid bijna 106.000 gulden moet betalen aan het bedrijf All Kind of Business NV. Het is een vuurwerkbedrijf die 5 shows misliep doordat er vuurwerk was gestolen uit het kruithuis op Playa Canoa. De roof vond plaats in september 2019. Er werd toen in totaal tussen de 400 en 500 kilo vuurwerk gestolen. Het bedrijf diende een claim in vanwege 5 misgelopen shows en moest daarnaast 9 keer korting geven door een tekort aan vuurwerk. De Extra meldt dat vanwege de stijgende olieprijzen KLM meer gaat vragen voor tickets naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Het gaat om een verhoging van 60 gulden per retourvlucht en 40 gulden voor enkele vluchten. Het aantal Nederlandse toeristen naar Curaçao is steeds hoger aan het worden. Meer dan 60% van de toeristen komt uit Nederland tegenwoordig op Curaçao. Na Coelectra, nós temos tempo para ser vivo ou com mais de comunismo. Chama no centro de cliente, na telefone 0800-0135, de dia luna para dia viernes, foi de setor de mente até com setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para já sabra, também por favor. Para escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca, para a visita cerca nós vai mais fácil. Sì, Aqualectra su centro di cliente vuole clapa sul vivo na e momento con te comini a bo. Op Curaçao is vanochtend het 8e verkeersslachtoffer van 2022 overleden. De persoon lag in het ziekenhuis en was betrokken bij een ernstig auto-ongeluk op de Dominica Martina Boulevard, beter bekend als de Nieuwe Haven, eerder deze maand. Daarbij kwam al 1 persoon om het leven. Deze persoon lag sinds het ongeluk in het ziekenhuis. Dat heeft woordvoerder van de politie, Imro Zwerver, tegen de Extra bevestigd. In de eerste week van de maand maart zijn 33 minimarkten op Curaçao onderzocht op prijsverschillen. Daarbij is gekeken naar meer dan 100 niet gereguleerde producten. Volgens de Consumentenbond is vooral opvallend dat het verschil in prijs van de vleesproducten heel groot is tussen de minimarkets. De Consumentenbond roept iedereen op om zo bewust mogelijk boodschappen te doen. Minister-president Kilmar Pik-Pisas is momenteel op werkbezoek in Nederland. Daar tekende hij in aanwezigheid van staatssecretaris Alexandra van Huffelen de uitvoeringsagenda voor het komende kwartaal. Hij deed dat in aanwezigheid van minister Rudmilda Lamounice-Sidia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, die ook op werkbezoek is in Nederland. Alles wijst erop dat Mouriad de Bruin de nieuwe directeur wordt van het Curaçaose toerismebureau. Dat meldt de Extra vandaag. De Bruin is al lange tijd werkzaam voor het toerismebureau en was onder meer actief in West-Europa. Hij is volgens de krant de enige kandidaat die naar voren wordt geschoven en gesteund wordt door het ministerie van Economische Ontwikkeling. Dat wijst erop dat de Bruin binnenkort zal worden benoemd. De bekende Curaçaose comedian Jandino Asparaat bezocht gisteren de Extra. Dat deed hij in aanwezigheid van 5 leerlingen van de Reumerschool. De hele groep 7 van de Reumerschool heeft de afgelopen periode gewerkt aan een project waarin ondernemen centraal stond. Leerlingen hebben zelf een jam op basis van mango gemaakt, een eigen businessplan geschreven, een marketingplan geschreven en de mango jam verkocht. Op die manier leren leerlingen ondernemen en dat is belangrijk, zegt Asparaat, omdat dat goed is voor de Curaçao en voor de leerlingen zelf natuurlijk. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.